Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Op de temperatuurkaart van vandaag zien we dat het vooral warm was in het zuidoosten van Europa en in delen van Portugal en Spanje. En als we naar de ontwikkeling voor morgen kijken, dan zien we. Ten eerste, natuurlijk, dat vannacht even wat kouder wordt. Maar dat de warme lucht, vooral in het zuidwesten van Europa, morgen terrein wint. Tot in het zuiden van Frankrijk komt de warme lucht. En als we dan naar zondagmiddag gaan kijken, dan zien we dat de oranje kleur nog verder opdringt. Bereidt Nederland nog niet? Maar het komt toch wel snel dichterbij, zelfs hier en daar al in Duitsland. De warme lucht komt dus onze kant op. Na het weekend bereikt de 25 graden grens ook ons land. Dan gaan we nu even in detail in Europa kijken. We zien uh, voormorgen dat er een groot deel van Europa is met uh, prima weer, maar dat de hoge temperaturen dus nog steeds echt voor het zuiden beperkt zijn. In Duitsland zien we het beste weer morgen in het westen. In het oosten vallen nog buien en er vallen ook aardig wat buien in Polen. Zit je in Tsjechië, Slowakije of Hongarije? Dan is het duidelijk beter weer. Maar nog niet echt warm. Temperaturen op de meeste plaatsen nog onder de 20 graden. Ook hier geldt: na het weekend komt de zomerwarmte. In Frankrijk, Spanje en Portugal is het schitterend weer morgen vol op zonneschijn, ook vaak weinig wind. Echte hitte vinden we in het zuiden van Spanje en in het oosten van Portugal, daar 35 tot 40 graden. De meeste costas die komen net onder de 30 graden uit heerlijke temperaturen. In Spanje is het of in Frankrijk beter gezegd is het relatief nog aan de frisse kant, 20 tot 24 graden. Maar zoals we net al zagen, daar komt de warme lucht zondag al, dus daar gaat de temperatuur snel omhoog. In Italië, morgen nog veel buien, vooral in het midden en zuiden van het land, geldt ook voor de meeste Balkanlanden. Maar de meeste Nederlanders zitten natuurlijk in het noorden van Italië. Daar is het morgen al heel aardig weer. Flinke zonnige periode en de temperaturen die ook al prettig zijn tegen de 25 graden aan. En na morgen wordt het alleen maar warmer. Dat geldt ook voor Kroatië, morgen nog enigszins tegenvallend, maar het weerbeeld wordt steeds beter. Zit je op een van de Griekse eilanden of langs de kust van Turkije, Nou, dan heb je niets te klagen denk ik. Volop zonneschijn, temperaturen meestal aangenaam, zo tussen de 25 en 35 graden. Alleen in het zuiden van Turkije, daar is het wel erg heet, tegen de 40 graden aan. En die hoge temperaturen zien we in Nederland vanavond uiteraard niet. Rond de 17 graden zijn wel flinke zonnige perioden en blijft ook droog. Vannacht neemt de wolking toe, dan kan er een enkel spatje vallen in het noorden en ook morgenochtend kan er in het noorden en oosten nog een enkel spatje vallen. Maar in de loop van de ochtend trekt dat gemiezer weg en daarna breekt er steeds meer plaatsen de zon door. Smiddags wordt het dan heel aangenaam weer, 20 tot 23 graden. Een heerlijke dag morgen om actief te zijn. En dan de verdere vooruitzichten. Zondag is de kans op een bui duidelijk groter. Zowel in de ochtend als middag, al verwacht ik wel smiddags ook geregeld zonneschijn erbij. Temperaturen opnieuw 20 tot 23 graden. Maandag en dinsdag droog weer, flinke zonnige periode. Heerlijke zomerdagen. Op maandag nog iets onder de 25 graden. Dinsdag rond de 25 graden. Kijken we nog wat verder vooruit, dan zien we dat het op woensdag het warmst wordt. Dan kan het plaatselijk zelfs 28 graden worden. De rest van de week zitten we opnieuw tussen de 20 en 25 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op buien wel weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.